Allemaal goedemiddag. Oh, nee, nog niet. Ga door, jullie doen het goed. Ga door. Goedemiddag allemaal, welkom. Als je net aan het kijken was, ging iets mis, maar we zijn er weer, zoals altijd. Vandaag heb je nodig een handdoek en twee lichte 1 kilo handgewichten of minder en misschien normale handgewichten. Want we gaan werken aan onze schouders. Maar daarvoor een kleine warming-up vandaag. We gaan beginnen. Marcheer alsjeblieft. Lopen met die ex. Lopen met die ex. Goed zo. Heel erg gemakkelijk met de schouders. Je schouders naar je oren. Op. 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 En andersom. Op naar je oor naar beneden. Helemaal goed. Nog twee. Oké. Okay. Tap voor met je hak. Go. Hak. Duim omhoog naar voren. Armen uit elkaar. Want je wil in de breedte van je rug werken. Heel goed. 4, 3, tap opzij. Je arm strak naar voren en je been opzij. Strek je arm. Strek je arm naar voren, maar je nek blijft lang. Helemaal goed. 4, 3, draai hem in, zijwaarts. Ja, voel je schouderblad om je heen gaan. Nek blijft lang. 4. 3 keer. 2 keer. Bring het boven je hoofd. Hop. Hop. De arm blijft ietsjes weg van je nek, maar langs je oor omhoog naar je plafond. Helemaal goed. 4. 3. Side step. Sluit je benen aan. Ja, armen naar voren en weer naast je zij trekken. Helemaal goed. 4, 3, knielift met strakke armen. Knie. Helemaal goed. Oké? Okay? 2 maal knie, dubbel. In. In, strakke armen. In. 4 keer, we gaan lager. Armen naar je toe. Wissel. 4, 3, 2, wissel. Als je lager kan, moet je lager. Goed zo. Hamstring curl. Duw je armen naar voren. En ik wil die vingers naar de plafond. Vlakke hand. Ja. Oké, grapevine. Armen naar voren, omhels. Armen naar voren, omhels. Goed zo. Ondertussen kennen jullie de grapevine, hè? Nog 4 keer. Armen naar voren. Ja, want ik wil je schouderbladen wijden om je ribbenkast vandaag. Nog 2. En de laatste. En dan doen we een face stop. Backdeck armen. Hop, hop. Hop, hop. Let op de armen. Squat. Linkerbeen. Armen. Hoek van 90 graden. Ellebogen naar voren. Nog een keer. Rechts. Wide, wide, small, small. Mooi, squat. Links. Elbogen naar voren. Lager dan je kin. Van de top, grapevine. Ho! Omhelzen. Yes! Moet je billen spannen en je binnenbeen. Hier komt die face stop. Face stop. Arm back deck. Laag. En squat. Back deck. Yes. Okay. Loop voor. Armen gaan diagonaal omhoog naar voor. Woe. Goed zo. Strak. Hele lange nek. We doen het nog een keer. Mensen in de zaal, ook die strakke armen. Waar zijn ze vandaag? Nou ja. Soms is het strak. Oké, van de top, hè? Grapevine. Woe! Ga door. Heel goed. Je krijgt vandaag een halve grapevine extra. 4, 3, 2, go. Face up, natuurlijk. Squat laag. Ja? Elbogen net boven je décolleté of net boven je borst. Loop naar voren, armen diagonaal. Hop,
op, lengte. Lengte in je nek. Goed zo. In, in. Tap zij natuurlijk. Go. In, in. Stretch. Lengte in je nek. Goed zo. 8, 7, 6, 5, 4. Waar is die arm? Waar is die arm? Van de top. Alles vandaag in het teken voor onze schouders. Yes. Okay, face up, go. Back deck armen. 4, laag. Squat. On the bank. Squat. Loop naar 4. Navel in, armen op. Woo. Bring je elleboog tot je ribben. Hoeft niet ver naar achter. Goed zo. Nog 1 keer naar 4. Yes. Tap side, lunge side. Arm up side. Pull the stretch tussen je schouders. Arm roteert. 8, 7, 6, 5. Simple squats tussendoor. Hopelijk zijn we opgewarmd. Duim omhoog. Wil naar achter. Yes. Wil naar achter. Mooi. Ga door. Nog 8 keer. Kijk of je bewust kan worden van waar je sleutelbenen zijn. Of ze wijd zijn. Waar je schouderbladen zijn. Kan je je schouderbladen voelen bewegen? Nog 8. Wil naar achter. Navel in. Ik denk dat we nog 1 keer van het begin gaan. Zorg dat je echt warm bent. 4, 3, break by naar rechts. Go. Armen naar 4. Ja. Omhelzen. Grote cirkel met je armen. Yes. Face up, back deck. Go. Woep. Armen. Armen. Wijd, wijd. Op je hielen. En dan weer smal. Squat. We lopen naar de camera. Buik in. Goed zo. Nog een keer. Naar 4. Elleboog naar je toe. Heel goed. Tap side. Go. Boom. Been lang. Ander been gebogen. Voel die rotatie in je bovenlijf. Hou je nek heel lang. Goed zo. Squat laag. Goed. Voel dat het gewicht over je hele voet verdeeld is. Wil naar achter, navel in. Blijf laag, bounce. Oké, je bent nog steeds met je buik, met je billen. Voel de zijkant van je bil. Gewicht naar achter. Hebben we dat? Goed zo, laatste 8. Kan je meer bil voelen dan bovenbeen? Of in ieder geval hetzelfde. 4, 3, 2. Oké, marcheer. Pak je handgewichten. We gaan met de normale gewichtspak beginnen. Dus even wat zwaarder. 4, 3. Maar je mag het altijd lichter maken. Hè? Voet op de grond, gewicht op je hielen. Elbogen naar 4. Side raise. Nou let op, je elleboog is ietsjes voor je ogen. Ik wil een hele lange rug. Buik spant aan. Mooi. Verplaats je gewicht over beide voeten. Nou, als het te licht is, doe je het wijder. En als het te zwaar is, doe je het smaller. En we gaan nog heel veel doen hoor. Wijd. En terug. Hou je nek lang. Wijd. Voel je buik en je wil ook meewerken. Oké, 8 singles. Je kan het. 8, 7. Hou je hoofd stil. Soms merk je dat je nek beweegt, maar ik wil dat je nek helemaal stil is. Goed zo, nog maar 2. En dan gaan we squatten. Gewichten ietsjes naar 4. Doe het van de zijkant. Laat ze gewoon hangen. Boom, wil naar achter. Nog 8 keer. 8, 7. Navel in. Even je de armen de kans geven om uit te rusten. 4,
beide benen goed gebruiken. Oké, overhead, shoulder press. Begin bij je, met je duim naast je schouder. Eén been achter als je wil. Heel wijd. Elbogen naar de muur naast je. Ja, dus als je je elbogen over de muur heen kan, eindig met een gestrekte arm. Ja, soms trekken we hol, maar ik wil dat je dat voorkomt. Dus denk navel naar je wervelkolom, ribben in, op het moment. Ja, soms kan je er aanpassen, maar voor vandaag hou het zo. Nek heel lang. Als je moet wisselen van been, doe je dat, hè? Zijn we klaar voor singles? Singles go. 8. Nek lang. 7. Wijd met je elbow. Kijk of je polsen recht zijn. Polsen recht. Knokkels omhoog. Nog maar 2. En de laatste. 8 squats. Gaan we weer. Wil naar achter. Knieën parallel. Ja? Navel in. Oké. Zet je rechterbeen achter. Elboog naar voor. We moeten ook onze lunges doen. Hou je voorste knie boven je enkel. Elbogen uit elkaar. Elbogen naar voor. Oké, singles. 8. Stretch. 7. Stretch. Mooi. Elbogen naar voor. Nog 2. En wisselbeen. En dan hou je het gewoon vast. We gingen 2 laag. Je mag ook je armen laten hangen als je wil. Of je kan ze klaar houden. Weet je alvast je biceps voelen. Hou je nek recht, hè. Oké. Here we go. Singles. 8. Schuin naar voor. 6. 5. Voel je billen. 4. 3. 2. Mooi, gaan we verder met biceps. Hold it like a hammer. Biceps voel je natuurlijk naar die vorige oefening. Nou, kijk of je elleboog iets voor je buik kan houden. Nek recht, kin op. Mooi, voel je gewicht op je hielen. 8. 7. 6. Heel goed. 5. Zometeen meer biceps. Maar we kunnen die schouders niet te lang alleen laten. Oké, hold it here. Rotator cuff. Oké, til je schouder ietsjes op. Dus niet te laag drukken. Het moet wat ruimte hebben om te bewegen. Dus niet te veel in je nek, maar wel je schouder iets op. Een klein beetje trapezius. Hop. Elbow blijft stil. Duim blijft omhoog. Kijk of je nek recht is als je een spiegel hebt. Goed zo. Oké, wijd squats. Laat je benen rusten. Sorry, laat je gewichten rusten op je been. Knie naar buiten. Voelen we de schouders al? Ja? Oké, nog 8 bij de squats. Lukt het om je rug ietsjes verticaler te houden? Mooi. Knieën uit elkaar. Rug recht. En dan blijven we laag. Nu is je duim wijd. Uitdraaien. Indraaien. Dus weer die rotator cuff. Schouderblad ietsjes omhoog. Je mag die lichte gewicht vastpakken als het nodig is. Adem in als de elleboog wijd gaat. Adem in. Adem uit. Soms geeft dat ademhaling je wat meer ruimte in je schoudergordel. Laatste. Oké, gaan we naar de bovenrug. Leun voorover. Elbogen wijd. En terug. Elbogen wijd. En terug. Knie boven je enkel. Open je borst met je lange nek. De klemtoon was verkeerd. Open je borst. En hou je nek lang. Er zit een docent in de zaal. Anders gaat ze me aanpassen in Nederland. Oké, achter je enkel, van je knie, elbow gaat naar achter. Mooi, elbow gaat uit elkaar.
uit elkaar. Kunnen we nog 8? Ja. Yes. Come on. Heel spannen. Buik spannen. 4, 3, 2. En goed zo. Even losschudden. Kom staan. 1 arm naar voren. 1 arm schuin opzij. Mac raise van body pump als je dat kent. Ready? Gewicht op je hielen. 4, 3, 1 arm naar voren, 1 arm opzij. 2 tellen. Op. En terug. Er zit een kleine rotatie in. Ja, elleboog schuin naar achter. Ik draai mijn zijwaarts. Rotatie. Buik in. Nek recht. Rotatie. Yes, nog eentje. En dan kijken we of we 8 keer sneller kunnen. Dat lukt. 8, 7. Hou je nek lang. Voel je schuine buik ook werken. Ja? Goed zo. Oké, neem een korte pauze. Zet je rechterbeen voor. 1 of 2 handgewichten in je andere hand. Je mag ook 1 handgewicht. Learn for over, ja? 4, 3, van je knie tot je heupbotje. Maar let op wat mijn linkerarm doet. Die gaat naar voren. Adem uit. Adem uit. Het gaat me ook om deze arm die naar voren gaat. De arm zonder gewicht. Nou, kijk naar je benen. Die zijn stil. Je voelt beide willen werken. Je nek is lang. Draai om je as. Schouderbladen uit elkaar. Yes, nog 8 keer. Hou vol. Nek lang. Hoofd stil. Rotatie. Hand naar beneden. 4. Schuine buik spannen. Billen spannen. Binnenbeen spannen. Wissel. En meteen door. Hè? Woe. Nek recht. Billen spannen. Stretch tussen je schouders. Stretch tussen je schouders. Nabel in. Ga door. Aha. Net voor je knie als je kan. Blijf voor overleunen. En we moesten nog 8, hè? Geef niet op. 8, 7. Ja, ja, ja. Voor je knieën. Voor je knie. Nog 2 keer. Yes. Klaar. Nou, om het echt helemaal goed te doen, moet je nog 1 keer die handen gewichten naar de plafond brengen. Ja? 4 en dan gaan we liggen. Let's go. Til hem op. Op. Dit keer breng je de gewichten wel naar elkaar toe. Als dat niet gaat, hou je ze bij. Dat is soms makkelijker voor jouw rug. Kijk wat je kan. Singles. Woo! En op. En op. En op. Beide elbow stekken. Ja. Laatste 8. Nek lang. Hals lang. Voel je schouderbladen bewegen. Gewicht op je hiel. 4. Kom op, Sandra. Strek die elleboog. 2. En klaar. Goed zo. Pak je matje. Pak je matje. Nou, sommigen van jullie denken: hey, we hebben die kleine handgewichten nog niet gebruikt. En dat klopt. En je hebt je handdoeken nog niet gebruikt. Gaan we ook allemaal gebruiken. Even kijken. Zijn we zover? Oké. Kom liggen. Wacht even, die heb je straks nodig. Sorry. Kom liggen. Je mag de zware handgewichten pakken. Kom liggen op je rug. Schouders op de grond. Oké, breng je arm omhoog. Nou, blijf heel erg omhoog duwen. Schouderbladen op de grond. Dus echt wijd op de grond en breng je alleen maar je elleboog naar de vloer. Ja, dus eigenlijk meer triceps.
maar ik wil dat je je schouderblad voelt. Ja. Voel dat. Oké. Laag. En breng je billen omhoog. Laag. Breng je billen omhoog. Hou je de gewicht vast, buik, en terug. Maar duw je armen naar voren, hou je nek lang. Nou, soms is het lichter met een handgewicht. Als de handgewicht naar voren gaat, tilt het je al omhoog. Dus het gaat om de stretch in je schouders, de stretch in je bovenrug, maar ook je buikspannen. Oké, nou let op. Hou vast. Kan je zijwaarts. En zijwaarts voelt heel makkelijk in het begin. En dan moet je denken, ja, hou de gewicht boven je hart. Boven je hart en kijk of je de billen stil kunt houden. Met gestrekte armen. Je mag je 1 kilo gewicht pakken als dit te zwaar is. Gewicht boven je hart, billen stil houden. Ja? Voel je hem al? Niemand voelt dit. Oké. Kom op je zij. We gaan toch een beetje dijbeen, dat moet in deze les. Lig lang uit. Maar vandaag is wel met een klein verschil. Pak je 1 kilo handgewicht. Duw je andere hand in de grond. Duw die 1 kilo handgewicht naar het plafond. Blijf doorgaan met je been. Blijf doorgaan met je been. Breng de handkilo naar voren. En omhoog. Oké, heb jij de coördinatie om dat 1 kilo naar voren te brengen? En weer omhoog. Zonder dat je ribbenkast beweegt. Of je bekken beweegt. En dat die been gewoon lekker doorgaat, hè. Die been blijft volhouden. Kunnen we nog 8? Ja, we kunnen nog 8. 7. 6. Arm naar voren. Voel je schouderblad op je heen gaan. En dan probeer het plafond aan te raken. Je nek lang. Je buik spannen. Je been naar achter. Laatste. Ja, ik begin het nu te voelen. Oké, klaar. Heel goed, draai je om. Was dit te doen voor de mensen in de zaal? Oh, het was te makkelijk hoor ik net. Pak je toch die zwaarder gewicht? Nee hoor. Oh nee, we beginnen met been. Been lang uit. Been gestrekt naar achter. Dus echt die zijkant te wil voelen. En kijk of je buik ietsjes van de grond is. Dus verleng je taille. Ja, haal ik deze even van de kant. Aan de kant, breng je gewicht omhoog. En dan laat die gewicht naar voren gaan terwijl de been flink doorgaat. En dan duw omhoog, rijk omhoog. De been gaat door. Breng je arm omhoog, rijk omhoog. Buik in, nog een duur. En op. Yes. Zeg je bovenbeen ook, hè. Ga door, je bent er bijna. Ja, been naar achter. Mooi. Je moet nog 2 keer hierna. Je bent er bijna. Schouderblad om je heen. Zodat je
Je nek ontspant. Oh ja, dan gaan we weer een beetje aandacht aan ons bovenrug geven. Kom liggen. Oké. Nou. Zet je handgewicht voor je. Je kan kiezen of die 1 kilo handgewicht te houden of dus niks. Maar hou je schouderbladen weg van je oor. Soms kan je ook je arm bewegen zonder je elleboog te bewegen. Nou, hou je billen in de grond. Til je 1 handgewicht op. Schouderblad om je heen. Voor je billen. Hou je nek lang. Schouderblad wijd om je heen. Ja, te zwaar die gewichten. 1 kilo of niks. Nu 1 gewicht in de grond. Strek je arm. Schouderblad weg van je oor. Schouderblad weg van je oor. Ja, en je hoofd blijft min of meer stil. Nog 4 keer. Zorg dat je buik meewerkt. Ja, nog 2. Met of zonder 1 kilo. En klaar. Even naar achter. Stretch. En dan wil ik dat je op je elleboog komt. In een soort plank op je knieën. En het enige wat je moet doen is laag. En op. Dus een soort van stretch. En dan totaal omhoog duwen. Maar ik wil dat je ook nadruk geeft aan de stretch als je omhoog gaat. Naar beneden. Omhoog. Schouderbladen gaan naar elkaar toe. Schouderbladen gaan uit elkaar. Ook je vuist in de grond duwen. Hou je hoofd boven je vuist. Kijk naar je vuist. Niet je hoofd laten hangen, maar een beetje naar voren uitkijken. Ja. En liggen. Oh, kunnen we überhaupt nog wat? Jawel. Breng je gewicht achter je. Oor opzij. Hou je ribbenkast op de grond. Op. Draai je hoofd. En laag. Nou, dit kan je waarschijnlijk ook met een zwaarder gewicht doen. Het is natuurlijk veel meer bovenrug dan schouder. Ga door. Kijk naar voren. Roteer je hoofd naar beneden. Kijk naar voren. Roteer je hoofd. Nou, kan je die kilo gewicht boven je bil brengen? Kan je die kilo gewicht boven je hoofd brengen? En we gaan door. Yes. En de laatste. En ik denk dat het tijd is voor een beetje buik. Stretch. Heel goed, kom liggen. Op je rug. We kunnen nog een beetje buik, toch? Yes, natuurlijk. Oké, voeten op de grond. Heilig been op de grond. Schaambod plat. 2 tellen op. Rustig terug. 2 tellen op. Rustig terug. Mooi, ga door. En terug. Ga door. En terug. Adem uit, oksels naar voren. Denk dat je oksel naar voren gaat. Je nek kan daardoor lang blijven. En enkel. En enkel. De tempo omhoog. Oké, 2 tellen schuin. Dus op. En terug. Mooi. En op. Schouder naar het plafond. Je nek heel erg lang houden. Mooi. Op. En terug. Nou, til je knie op. En raak je daar. Je knie op. En raak het aan.
zorg dat je echt helemaal zo hoog mogelijk kan gaan, maar wel met je goede techniek. De nek laag. Nog vier keer. Navel in. Schouderbladen uit elkaar. Oh, oké. En dan hebben we nog één oefening met je handdoek. Pak hem vast in je handen. Even kijken of we de armen nog wat kunnen. Zet je ellebogen, strek je ellebogen, arm gestrekt boven je oksel. Trek zo hard mogelijk aan de handdoek met je vuisten op de grond. En dan buig je je elleboog. En dan strek je je elleboog. Blijf trekken zo hard je kan. Je nek is ontspannen. Nou kan je je ellebogen smal brengen, maar wel je handdoek wijd proberen te trekken. En voel wat dat doet met je schouderbladen. Kijk of je iets bij je schouderbladen kan voelen. Ellebogen smal, maar trek de handdoek wijd. Heel zwaar op je arm als je echt blijft trekken. Ja, dus niet echt een klein beetje. Maar echt, geef het alles wat je hebt. En je ellebogen een beetje naar elkaar toe, zodat de schouderbladen wijder gaan. Heb je dat? Nog één keer. Ah, kijk, elleboog smal. En ontspan. Mooi. Schaaien. Pinguin. Voor de mensen thuis, een pinguin is wanneer je de armen naar je enkel brengt. Een beetje zoals een pinguin zou lopen. Als je gewoon een hele goede. Iets met vermogen. Over vermogen gesproken. Kom aan, geef me wat meer. In. 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 Bijna klaar. Nog maar vier keer. Vier. Drie. Twee. En klaar. Even loslaten. Blijf even liggen op je rug. Ik zet de muziek uit. En dan gaan we de schouders stretchen. Oké, heel erg goed. Kom rustig zitten, alsjeblieft. Even zitten, als je kan zitten. Dan zitten daar gewoon op de grond. Nou, breng je schouder langs je borst. Stretch, nek helemaal lang. Kijk of je dat voelt. Schouder een beetje laag, maar dan de arm voor je borst. Helemaal goed. En wissel. Dit gaan we misschien morgen voelen. Fijn hè, zo thematiek. Ga je nek lang. Hopelijk voelden jullie het thuis net zo goed als de mensen hier. Hopelijk hebben jullie niet af en toe vastgespeeld als het te zwaar werd. Dat zal vast wel. Pak je tricep. Als je niet zo kan zitten, dan ga je gewoon op een stoel zitten of kom je staan. Voel je tricep stretchen, elleboog naar achter, hand tussen je schouderbladen als het lukt. Wissel. Mooi. Nek recht, elleboog pakken. Ook een beetje je bicep aanspannen om beter je tricep te voelen. En mooi. Been naar voren. Voet op de grond. Trek de knie naar je borst. En je rug heel lang. Ja, helemaal goed. Trek naar je toe. Verleng je rug. Oké. En dan naar voren. Been strekken. Heel tegen je knie. Leun voorover. Good. Ja. Helemaal. En wissel. Overheen. Knie naar je borst toe. Verleng je wervelkolom. Schouders laag. Borst op. Nek recht. Helemaal goed. Yes. Naar je toe. Maar je zit botjes op de grond. En dan. Heel tegen de binnenkant van je knie. Oké, kijk of je dat wat lager kan krijgen. En dan loon je voorover. Yes. Oké, hurken. Dus, lichaamsgewicht naar voren, maar je hielen naar achter, zodat je je Achilles voelt en je diepe kuit.
Ja, even zijwaarts doe ik het zo. En leun ervoor, zodat je meer stretch voelt. En dan kijk of je je been kan strekken. Laat je nek hangen. Strek je benen. Laat je nek hangen. En dan buig je knieën, rol langzaam omhoog. En als je omhoog bent, ben je ook klaar voor vandaag. Heel erg goed gedaan. Fijn dat je meedeed. En tot de volgende les. Doeg!